Go Ahead Eagles organiseert van 21 tot en met 23 oktober een sokkencamp op locatie SV Komsgaten. Het sokkencamp is voor alle jongens en meisjes in de leeftijdscategorie 6 tot en met 15 jaar. Maar wat houdt het sokkencamp precies in? Een sokkencamp is een voetbalkamp voor kinderen waarin wij 3 dagen lang van 9 tot 3 een gevarieerd voetbalprogramma aanbieden. Waarin we bezig zijn met techniekoefeningen, afwerkvormen, partijtjes. Maar waarin we de kinderen ook dichter bij hun interesse proberen te brengen. We hebben vandaag dan het thema verdedigen. Dus dan leggen we de focus op het verdedigen van de training. En dan morgen staat dan bijvoorbeeld de skill games. Dus dan gaan we allemaal spelletjes doen wat ze op FIFA hebben gedaan. En dus dat is vooral plezier. En dan hebben we de derde dag is dan thema aanvallen. En dan trainen we vooral op aanvallende aspecten. We hebben de komst van spelers, een kinderpersconferentie, we hebben een voetbalquiz. Het is een heel gevarieerd programma waarin voor kinderen zoveel mogelijk plezier willen wij ze bieden. En wij hopen dat dat altijd lukt in 3 dagen. En dat is het leuke eraan. Ja, Eagles willen natuurlijk zich heel graag op een maatschappelijk gebied willen ze zich ook mengen natuurlijk. En wij kunnen daarin met deze samenwerking voor zorgen dat de kinderen en een Eagles gevoel krijgen. Wij kunnen die kampen bieden en tegelijkertijd is Eagles maatschappelijk ook goed bezig daarin. De club open staat voor Eagles en dat zo de regio, de kinderen van de regio hier naartoe kunnen gaan om training te volgen namens Go Ahead Eagles. En ik denk dat het een goede zaak is zodat je een beetje een binding krijgt tussen Eagles en tussen de regio's en de verenigingen die hier in Deventer al lange tijd aanwezig zijn. Ja. Waar letten de trainers vooral op? Nou, of de jongens natuurlijk plezier hebben, want dat is het belangrijkste in het voetbal. Of de groep leuk is, of dat iedereen zich vermaakt. En dan vooral ook op dingen zoals de techniek en leren ze dingen. En dan zie je mooi in de 3-daagse tijd zie je wel of de jongens wat hebben geleerd. En dat, daar letten we vooral op. Wat hebben de deelnemers op de eerste dag gedaan? We hebben een soort van wiskotse keep gedaan. Moesten we naar elkaar passen en dan kaatsen en dan moesten we scoren. Bij die andere hebben we een soort van partijtje gedaan. 1 tegen 1 en 2 tegen 2 en 3 tegen 3. En nu zijn we hier bezig met, en dan moet je spelen naar elkaar en dan moet je afwerken. We hebben een partijtje gedaan. We hebben afgeschoten en hier doen we kappen. En morgen gaan we FIFA games doen. En er komen ook nog spelers vandaag langs.